Ja, hallo, hier is Jeroen weer van Hoshino. We zijn nu bij Silion en ik laat jullie de nieuwe producten voor 2012 even zien. We beginnen bij de Hi-Hat. Nieuw is de 13-inch Pocket Hi-Hat. Hij was eerst alleen verkrijgbaar in de Inspiration box set. Nu is hij ook los verkrijgbaar. Dikke sound. Wordt veel gebruikt in de gospel scene in Amerika. Let ook op de hamering. Gaan we door naar de Zildjian Constantinopel bekkens. De lijn is uitgebreid met een aantal crashes en ook de hi-hat is opnieuw gehamerd. Dit is de 14-inch K Constantinopel hi-hat. De crashes zijn uitgebreid. Eerst was er alleen een 16 en 18-inch verkrijgbaar. Nu is er bijgekomen een 15-inch crash. Een 17-inch crash. En intussen zit de 16-inch natuurlijk. Ook nieuw in de lijn is een 19-inch crash ride. En hier zien we de 18-inch crash. Die bestond al in de lijn, alleen is die opnieuw gehamerd, waardoor hij een iets andere sound heeft gekregen. Vorig jaar werd de 22-inch K Constantinopel Bounce Ride geïntroduceerd. Daar is nu ook een 20-inch versie bijgekomen. En de Renaissance Ride, ontwikkeld samen met Adam Nussbaum, is nu ook standaard in het assortiment opgenomen. Daarbij is ook nog gekomen een 22-inch K Custom Dark Complex Ride. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Zildjian is begonnen met de Zildjian A Custom Lijn. Om dit te vieren is er voor dit jaar een speciale anniversary ride uitgebracht. Een 21-inch medium thin en ook het logo is wit in plaats van zwart. Alleen verkrijgbaar in 2012. En dan zijn we nu aangekomen bij de Zildjian Gen 16 stand. Vorig jaar geïntroduceerd en nu volop leverbaar en het is nog steeds het meest besproken product hier op de NAMM Show. We lopen er eventjes langs. Je kunt hier zien een volledige opstelling van de Zildjian Gen 16 symbols. Met daarbij ook een aantal nieuwe modellen. Een China. Er zijn nu 16 en 18 inch crashes verkrijgbaar. En ook het Gen 16 drumrack zien jullie hier. Prachtig vormgegeven en heel makkelijk in gebruik. We lopen hier eventjes langs het rek-systeem. Het is ook eventjes opengezaagd. Je ziet dat hier helemaal bestaat uit allerlei geluiden. Kabels kunnen er ook in verwerkt worden. En multiklemmen zijn heel makkelijk te verschuiven. Alle vormen tomholders passen erin. Je kunt hier ook goed zien hoe makkelijk het is om een kabel erin te verwerken. Dus voor alle elektronische drums, maar ook akoestische drums, is dit geschikt. En hier aan de muur zie je nog eventjes de modellen. Een 12-inch Splash, 18-inch Crash, 16-inch Crash, 16-inch China, 20-inch Ride. We hebben een 13-inch Hi-Hat, een 14-inch Hi-Hat. En Zildjian zal doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe sounds in de Gen 16 lijn. Ook de software van de module is nu online up-to-daten en ook de sounds in de module zijn nu ook aan te passen naar je eigen klanken. Hier ben ik weer. Dit was Gen 16 News van Zildjian. Ik wens jullie nog een fijne dag. Tot ziens!